heeft ons leefwetten gegeven, statuten, om te onderhouden. Geef me dat in Deuteronomium 4 vers 5. Bring it out! Toch? Deze wetten en leefregels, die moeten wij opvolgen. Dus als je vader zegt van, hé, gooi de vuilnis weg, toch? Dan moet je de vuilnis weggooien, want dat is een opdracht wat hij jou geeft. Zo staan er ook allemaal wetten in dit boek die wij moeten onderhouden. Want we bidden allemaal onze vader, toch? Maar we luisteren niet naar onze vader en we onderhouden de wetten en leefregels niet die hier in het boek geschreven staan. Bring it out! Lees. This is the book of Deuteronomy, chapter 4 and verse 5. Mm-hmm. Behold, I have taught you statutes and judgment. Oh, nog een keer. Behold, I have taught you statutes and judgments. Dus hij heeft ons wetten en statuten geleerd. Lees. Even as the Lord my God commanded me, that ye should do so in the land where ye go to possess it. Mm-hmm. Dus overal waar je bent, zal jij deze wetten en statuten en leefregels, zal jij nauwlettend gewoon opvolgen. Reden waarom wij vandaag de dag in deze situatie zijn waar wij in verkeren, is omdat wij deze leefregels en statuten niet onderhouden. Geef me dat, Deuteronomium 28 vers 15. This is the book of Deuteronomy, chapter 28 and verse 15. But it shall come to pass. Dus het zal geschieden in de toekomst. If thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God. Dus de voice, dat gaat naar deze wetten die geschreven staan hier in dit boek. Als we niet luisteren naar hetgeen wat Mozes ons al heeft gezegd. Hij waarschuwt ons, als we dit niet onderhouden. Lees. To observe, to do all his commandments. All his commandments is echt niet een klein deel. Nee, we moeten alle wetten die hierin geschreven staan, moeten wij onderhouden. And his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Dus de situatie waar wij vandaag de dag in zijn, dat zijn vervloekingen. Een vervloeking is niet iets goeds. Geef me vers 46. Verse 46. And they shall be upon thee for a sign. Dus als je naar de McDonald's gaat of je gaat naar de Sarah, maakt niet uit waar je naartoe gaat, toch? Er hangt een groot teken, hangt erboven, zodat je weet van, hé, dat is die winkel, daar ga ik naar binnen. Zo zullen deze vervloekingen ook op het volk, de Israëlieten, zijn. Lees. And they shall be upon thee for a sign and for a wonder and upon thy seed. Forever. Nee, maar een klein beetje. Upon thy seed forever. Een maandje. Upon thy seed forever. Maar 2 jaar. Upon thy seed forever. Voor altijd. Voor altijd. Daarom krijgen we de slechtste educatie. Daarom wonen wij in de achterstandswijken. Ja, verse 48. Verse 48. Therefore shalt thou serve thine enemy. Dus nu dienen we onze vijanden. Which the Lord shall send against thee. De Heere God heeft deze vijanden naar ons toegestuurd. Waarom? In hunger. Waarom heeft de Heere deze vijanden naar ons toegestuurd? Omdat wij zijn wetten en leefregels niet nauwlettend onderhouden. Dat is de reden waarom. Geef me Leviticus 26, vers 14 even. Omdat wij deze wetten continu blijven breken, vandaar dat wij in de slechtste condities zijn vandaag de dag. This is the book of Leviticus, chapter 26 and verse 14. Mm-hmm. But if you will not hearken to me. Dus als we niet luisteren naar deze wetten, statuten, die hier zo geschreven staan in dit boek. And will not do all these commandments. En wij deze geboden niet onderhouden. And if ye shall despise my statutes. Dus als wij deze wetten en leefregels verachten die hier zo geschreven staan in dit boek. Or if your soul abhor my judgments. Dus je veracht hoe zeg je dat? Wetten die wij gekregen hebben. So that you will not do all my commandments.
Dus we onderhouden maar een klein deel daarvan. De pastor zegt tegen je, oh, dit kan je wel doen. This is pick and choose. Lees. But that ye break my covenant, I also will do this unto you. Dus de Heere God heeft ons in deze positie gezet. Nu dienen we onze vijanden. Ga terug naar Deuteronomy 28 en 48. Go to Deuteronomy 28, 48. Dus nu zijn wij vandaag de dag onze vijanden aan het dienen. Hoe doen wij dat? Zijn we in ons eigen land? We krijgen de slechtste educatie. Noem maar op. We weten niet wie we zijn. We weten niet waar we vandaan komen. Wat is ons thuisland? Wat ga jij opbouwen? Wie ben jij, zwarte man, zwarte vrouw? Read. This is the book of Deuteronomy, chapter 28 and verse 48. Mm-hmm. Therefore shall thou save, serve thine enemies, mm-hmm. which the Lord shall send against thee. Dus de Heere God heeft deze mensen naar ons toegestuurd. Om wat te doen? Om ons te kastijden, omdat wij koppig zijn. We zijn een koppig volk. We willen niet luisteren. Maar zodra we in de problemen zitten, dan schreeuwen we wel, oh mijn God, help mij. Lees. In honger en in thirst en in nakedness en in want of all things. Dus je gaat nu naar je vijanden, die krijgt daar educatie, kleding. Staat niet made by Israelites of made in Suriname. Dat staat er niet. And he shall put a yoke of iron upon thy neck. Dus we zijn in slavernij geweest. We waren geketend. We waren geketend. In Jeremiah 44 vers 5. Come on, bring it out. That's the book of Jeremiah. Jeremiah verse 44. Dus we waren geketend. Wat moeten we doen? That's the book of Jeremiah, chapter 44 and verse 4. Howbeit, I sent unto you all my servants, the prophets. Dus we staan hier vandaag de dag. De profeten van God staan hier vandaag de dag. That's right. Om jullie waarschuwing te geven. Zodat jullie kunnen veranderen. Lees. Rising early and sending them, saying, oh, do not this abominable thing that I hate. Dus we zijn hier om jullie te waarschuwen. Doe niet deze verschrikkelijke dingen die tegen de wetten van God ingaan. Lees. But they hearken not. Zie, not. Horen jullie dit? Maar er wordt dus niet geluisterd. Lees. But they hearken not, nor incline their ear to turn from their wickedness. Dus deze verschrikkelijke dingen die nu aan de hand zijn, toch? Mensen scheren hun hoofd. Mensen laten hun baard niet staan. Dit zijn geen moeilijke dingen om te doen. Lees. To burn no incense unto other gods. Nou dienen we andere goden. Waar waren wij in slavernij? In slavernij kregen we verschillende religies. En nu zitten we allemaal in verschillende denominaties. We noemen onszelf Baptist. Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel with an update from IUIC-TV. We are now offering exclusive content on a monthly subscription. For the first time ever, exclusive content will be available to you for only $1.99 monthly. That's right, for only $1.99. You'll be able to enjoy all the up-and-coming original content from IUIC. Short films, documentaries, TV shows, and more. You don't want to miss this. The exclusive content is not available through the app. You'll need to log on through a browser to begin your subscription. The exclusive content is available now, Israel. It's available now. Let's not waste any time. Log on to IUIC-TV and subscribe now. We thank you in advance for all your support and many blessings. Until then, stay healthy, stay faithful, but most of all, let's stay in the spirit. Most High in Christ bless you all. Shalom. Mormoon. Kijk hier zo.
Charles D. Russell, Jehovah's getuigen, Pentecostal, Charles Farrar. In 1901, waar waren wij? In slavernij. Dit hebben we allemaal geleerd van onze vijanden. Dit zijn de dingen die de paaster je moet leren, zodat je kan bekeren van hetgeen wat je dus verkeerd doet. That's right. Toch? Geef me nog een keer zonde. Want als je niet weet wat zonde is, dan zal je ook niet weten wat je moet veranderen. Bring it out. Jullie zijn de wetten van God, zijn jullie aan het breken. Bring it out. We staan hier op de eerste dag van de week. Gaan jullie naar de kerk? Terwijl de paaster jullie behoort te vertellen dat op zaterdag dat jullie de Sabbat moeten behouden. That's right. En we staan hier op de eerste dag van de week. Dit hebben we allemaal geleerd tijdens slavernij. Constantijn was degene die de zondagwet heeft geïnstitutioneerd. Lees. This is the book of 1 John, chapter 3 and 4. Whosoever committed sin. Dus maakt niet uit wie zonde begaat. En ieder die zonde begaat. Transgresses also the law. Die breekt Gods wetten. For sin is the transgression of the law. Dus zonde is het breken van Gods wetten. What is a nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models.